Goedenavond. We onderbreken even dit programma voor een speciale mededeling. Het ministerie van Justitie maakte zo pas bekend dat het aantal kleine diefstallen in ons land de laatste weken fors is toegenomen, zowel in de privésector als in de openbare instellingen. Dat wordt toegeschreven aan de crisis en aan de besparingen die iedereen worden opgelegd. Opvallend is dat ook de parastatalen slachtoffer worden van deze stijgende criminaliteit. Ook binnen de BRT bijvoorbeeld worden steeds meer diefstallen gemeld. Dit alles wordt toegeschreven aan de drang van de burgers om de besparingen te compenseren door het stelen van kleine zaken die ze anders zouden gekocht hebben. Rijkswacht en politie zijn in staat van paraatheid gebracht en zullen in een verhoogde frequentie appelleren. Die armen en moe. Kom, die armen en moe. Die en anderen noem ik. Dat gaat niet. Oh, dat gaat niet. In de flauwe kulzen, hè. En dan zo hier. Dan zo hier. Kom maar, moe. Ik zit voor een matisse. En dat dan zo hier. Maar niks waar smoken ga je, hè. Het gaat niet. Het zo hier. Is dat... Is dat reumatisch in een warme dat je het? Ja, dat zijn scheuten, hè. Dat zijn scheuten en die vertrekken vannacht in mijn rug, hè. Wanneer vannacht vertrekt dat? Ja, van in mijn schaberblad, hè. Ja. Vroeger kost ik er alles mee doen, hè. Nee, dan kost ik zo doen, hè. En zo, hè. Dat gaat niet meer, hè. En dan gaat dat niet meer, hè. En ik ga ook dat zo kan trekken om de warme ezel. Dat zeker, zeg jij. Ga je met hem nog steeds van mij te spreken? Denk ik nog juist te veel vol schuiten. Hallo. En is dat al lang? 4 jaar. Oh, gaar. Hey. En dan is je geprobeerd met een vet kistje. Een vet kistje. Maar dan loop ik al 2 jaar met een koning aan een poot in mijn zak. Dat is ook niks, hè. Want vroeger, hè, had ik een kastanje in mijn zak. Was precies nog beter. Ja? En mijn steel is zo lastig, hè, jongen. Ja, en gevaarlijk, denk ik. Voilà, amai. Ja. Zeg, als je er aan een vensterbank hangt van een derde verdiep... Ja. Je krijgt er niet eens een schuit. Allee. Dan denkt er wat over ze, hè. Dat zal wel zijn. Hey. Wat, hè? Ga je een doekhoek, hè. Vind je dat? Ze langs de regenpaap naar boven geklommen. Dat is niet waar, hè. En dat tak van al, dat is ook niet alles, hè. Nee? Oh. Op een moment had ik zo'n pijn... Ja. ...dat ik dacht dat ik terug naar beneden moest. Oh, graag. Oh. Zeg, dan moet je er nog van geluk spreken. Dat heer zich gerokt. Ja. God zo stil dood kunnen vallen, hè. Oh, ja. Zeg, hey. En kunnen gaan met die revolver... Nog goed uit de voeten, meer waarde? Langer niet. Mijn vingers stond toch af van traumatisme. Oh, arme mannetje toch. Het is zo'n zware kloever, hè. Kwiktis. Oei.
Amai. Dat is geen zier voor, hè? Ik moet er gaan nog heel de nacht mee rondsleuren. Manneke, ze kunnen dan niet genoeg betalen, weet je dat? Koop nou maar weer al eens een even. Ja. Zie, dat kost stukken van mensen zeker. Amai. Ik kan dat niet aftrekken van mijn belastingen. Ja. Dat is een ondersteen, dat ga je het, hè, manneke. En zo met natweer, hè. Wat? Met natweer kraken we je mol niet naar boven, hè. De mensen zijn ook in zijn eigen tienen scheten, hè. Lach maar. Maar dat ik niet meer wat de foto kan. Ja. Waar moet de condo? Hé, gewoon hoppen. Dat kan ik niet. Voor wat? Denk ik een zelfstandige. Oh. Een rotspeler gaan. Pas op. Wat? Dan zink ik soms een halve nacht bezig. Ja. Voor even eens binnen te geroken. Ja. En dan vind ik door wat valse juwelen. Het is niet waar, hè? Als je dan die mensen wakker maakt en je vraagt of dat ze niks beters hebben liggen, trek het in een smol. Serieus? Dat zijn stoute mensen, hè? Stout, je zou ze een lap geven. En dan kunnen ze van mij nog een lap baken dragen. Wat? Wat? Die zelf helpt dat ook niet. Want dat van mij nog het beste helpt, hè? Dat is een borreltje. Een borreltje. En die zit aan de kant niks open. Wacht eens. Hé, hier op de hoek is er een kapweentje met een rood lichtje. Oh, dan gaan we hier een pakken. We leven maar hier een keer. Dat zeker, dan mogen we hier een pakken. Nee. Dat zeker. Wat zit er dan? Met een portemonnee. Kom, geen eens hier, vrij. Dan deze trakteert. Kom maar.